Goedemiddag, dames en heren. En, ik wil nogmaals bedanken voor de gelegenheid om nogmaals op het podium te komen om jullie te vergasten. En José Parami, zou ik zeggen, helaas, geen fiets van die daden, geen maar. We regelen dat weer een andere keer. Zeker. Ja, ik doe het graag. En zoals ik zei, ik ben dankbaar voor de gelegenheid nogmaals. En ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om met jullie te delen een stukje uit het projectje dat ik op komst heb. Het ligt allemaal in de planning en ik wil graag een deel daarvan met jullie delen. Alvast, dus eigenlijk krijgen jullie dan alvast een beetje exclusief. Vredig naar mijn nest als een vogel met een buit aan zijn snavel. Als loon voor geleverde arbeid en zet brood op tafel. Vredig naar mijn nest als een vogel met een buit aan zijn snavel. Als loon voor geleverde arbeid en zet brood op tafel. Ik wil geen slachtoffer spelen. Want als ik me zo opstel, kan er een heleboel me dwars komen zitten om over te praten. Maar aan het eind van de dag heb ik meer om dankbaar voor te zijn dan om over te klagen. Ik heb zinnen opgeschreven, nu kom ik ze als een boek delen. Ze vertegenwoordigen mijn pen, want ze spreken boekdelen. Ik strooi met zaagsel van een afgezaagde mening. Democratisch overwogen heb jij toch ook een mening. Maar als de een de narcist denkt uit te hangen, zeg jij me, wie is dan in overtreding? Ik probeer mezelf te overtuigen dat ik niets te bewijzen heb. Ik ben degene aan wie ik iets te verwijten heb. Verkeerd genomen stappen ga ik niet ontkennen, ook als ik opzij. Want ik kom mezelf vaker tegen, die cirkel draait om mij. Veelzijdige definities die het geheim van succes verklappen. Daardoor weet ik niet als ik kan zeggen dat ik ook on the grind ben. Maar discipline boven resultaat leek mij altijd de juiste mindset. Dus om aan te wijzen wie winnaars of verliezers zijn, is niet mijn hoofddoel. Ik wil geen woorden veel maken aan geduld. Sinds het een schone zaak is, hou ik mijn hoofd koel. Het groeien als persoon is vatbaar voor vele termen. Dus het pad dat naar persoonlijke groei leidt, wordt door ons bewandeld of beter nog bestormd. Net als bijen in zwermen, maar tegelijkertijd is er niet een druk om zich over eigen bezigheden te ontfermen. En daardoor zijn we geïsoleerd aanwezig als dat inhoudt dat we onze energie moeten beschermen. Een bekroning tot kampioen verklaart onzekerheid als je de overwinning vergat te zegevieren van bijna elke wedstrijd. Maar je bent een strijder. Kijk je terug, heb je alles behalve spijt. Als er één ding is dat je weinig te verliezen had, dan was dat ding misschien wel tijd.